Dyson video, die is opgenomen. De eerste twee nagels, die zitten erop. Ja. Wat heb jij vandaag eigenlijk gedaan? Hoi en welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag is het zondag en het is echt mega slecht weer. Ik zal die omdraaien. Het is echt een binnendagje vandaag. Ik heb wel mijn paard al gemest zoals jullie zagen. Ben ik in de douche gesprongen en heb even met haar getroeteld. Voor vandaag staat op de planning dat ik een zaterdagvideo opneem. In dit geval het schoonmaken van mijn Dyson. Daarom heb ik vanochtend ook al huishoudelijke dingen in het huis gedaan. Maar ik heb het gewoon even snel gedaan. Jullie hebben al genoeg motivatie gehad afgelopen zaterdag. Dus dat heb ik even niet gefilmd. Maar dat betekent dat ik dus dadelijk de video kan opnemen waarin ik de Dyson 15 schoonmaak. En ik moet echt mijn nagels doen vandaag. Maar ik doe dat bewust na het schoonmaken van de Dyson. Want ja, soms bekras ik mijn nagels daarmee. Ik weet niet wat ik doe. Maar dat doe ik dus bewust daarna. En verder staat eigenlijk niks op de planning. Een beetje relaxe zondag. Ik ga eerst even wat lunchen, want ik heb echt mega honger. En daarna begin ik met het opnemen van de Dyson. It never rains in California. The sun is always shining right. Why? Just why? Waarom? En is dat goed uit? Ja. Kom op. Loopt hij goed? Plans hiding behind their shapes, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Terwijl ik de Dyson video ga opnemen, heb ik gisteren bij jullie al een stukje gefilmd. Waarin ik de auto schoonmaak en een nieuw schoonmaakproduct of ja, product. Het is niet echt een schoonmaakmiddel, maar een schoonmaakproduct voor jullie uittest. Dus die beelden zal ik nu voor jullie invoegen. Terwijl ik de video opneem, kunnen jullie daarna kijken. Ik ga de auto schoonmaken van binnen, want dat is echt nodig. Hij is echt te ranzig aan het worden. En ik heb ook iets nieuws daarvoor besteld, wat ik samen met jullie wil gaan uittesten. Namelijk een soort gel. Gewoon eigenlijk van een ja, merkloos merk. En daarmee kun je dus heel makkelijk tussen de ventilatoren om daar het stof tussenuit te halen. Want dat is best wel lastig om daar tussen te komen. Ik krijg dat zelf niet helemaal goed schoon. Dus ik ben benieuwd dat het hiermee wel lukt. Ik zal dadelijk laten zien wat ik precies bedoel. Dus hier ben ik heel benieuwd naar. En voor de rest ga ik de auto even opruimen, stofzuigen, dat soort dingen. Dus ik dacht, ik neem jullie even mee. Ik heb al een uitgebreide video op mijn YouTube kanaal staan. Die zal ik even linken in het i'tje, zodat je die nog kunt bekijken. Dus ik ga hem niet meer heel uitgebreid als losse zaterdagvideo doen. Maar ik dacht, als extra motivatie laat ik jullie gelijk zien dat ik de auto schoonmaak en dat ik dit ga uittesten. Dus laten we snel naar de auto gaan. Ja. Echt. Gewoon niet opgeruimd, vies. Moet ik eigenlijk iets aan gaan doen. Dus dat gaan we nu doen. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Oh, we can spend all day in bed. I'll get the wine and the... Dit bedoel ik dus met die riggels. Het is echt heel vies, maar ik krijg het er dus ook nooit goed uit. Ik ga natuurlijk niet met vochtige spray op. Dus ik ga kijken of de gel dit eruit kan halen. Want dit is echt nasty. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in. Ik weet niet helemaal wat ik ervan vind. Misschien is het omdat het een merkloze is, maar hij had wel 2 goede reviews op Bolt. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon eens. Maar ja, hij is wel wat viezer nu. Hij zit ook voller. Maar hij pakt gewoon niet alles goed op. Ik moet best veel moeite doen om het eruit te krijgen. Dus ik ga wel nog proberen om eentje te vinden die iets duurder is. Misschien dat dat beter werkt. Of mijn dingen zijn gewoon te diep, maar dat lijkt me niet. Want je kunt het gewoon vormen naar... ja, de vorm die je schoonmaakt. Dus ja, het is op zich wel een aanrader, want het pakt het wel op. Het is wel beter dan dat het was. Maar ja, ik weet niet. Ik ga nog eerst voor jullie testen of een duurdere beter is. Of dat meer waar voor je geld is. Dus een halve J. Maar goed, ik ga even verder met de auto, zodat hij weer schoon is. De matten zijn niet helemaal gelukt. Ik had er eigenlijk een spons overheen moeten gaan. Ik was een beetje te lui. Maar dat doe ik wel van de zomer, want in de winter is het toch zo weer vies. Maar de rest in ieder geval weer echt super netjes. En ik hoef me niet te schamen om iemand in de auto mee te nemen. Ook alle stof is weer weg. Dit is ook netjes. Deze vlekken ga ik er van de zomer uithalen met de bitcelreiniger. Maar ja, nu gaat het bijna vriezen, dus dat is niet zo slim. Maar dan neem ik jullie ook wel mee. Ook de achterbak. We hebben die hoedenplank eigenlijk nooit erop. Omdat we altijd boodschappen zo erin vervoeren. De buitenkant die doe ik altijd door de karwers laten lopen. Maar dat komt wel over een tijdje. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb wel even de lichten en de ramen schoongemaakt. Want dat vind ik wel belangrijk. Maar ja, de buitenkant zelf maakt me echt niet zoveel uit. Dus de auto is in ieder geval weer schoon. En dat draait echt een stuk lekkerder. Zo, de Dyson video die is opgenomen. Ik heb nu een kleine 20 minuten voor we gaan eten. Dus ga denk even lekker op de bank HD spelen of zo. Gewoon even chillen. Eten en na het eten ga ik aan mijn nagels beginnen. Ik weet nog niet precies welk kleurtje ik erop ga doen. Dus dat ga ik daar nog even nakijken. Ook op Pinterest om wat ideeën op te doen. En dan zal ik tijdens het doen van mijn nagels wellicht wat met jullie kletsen. Dus ik ga even chillen. Dat heb ik echt even nodig. Net gegeten bij mijn ouders en inmiddels ben ik aan mijn nagels begonnen. Eentje die is nog vandaag gesneuveld, maar dit is de before. Dat zijn nog die babyboomnagels die ik had. En die ga ik nu veranderen naar een kleur. Ik weet eigenlijk nog niet welke kleur. Ik heb hier een hele kleurenwaaier ja, aan kleurtjes die ik heb. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik denk misschien een beetje deze tinten. Oh, hij wil niet focussen. Ik denk deze bruin tint, maar moet nog even kijken. Dus ik ga even alles eraf peilen, dat maakt geluid. En daarna ga ik het erop doen. En dan kom ik bij jullie terug. De eerste 2 nagels die zitten erop qua bouwgel inmiddels. En ik dacht, ik moet jullie erbij pakken, anders vergeet ik dat weer. Ik moet even kijken of het me lukt om te praten en mijn nagels te doen tegelijkertijd. Maar ik vind het echt zo'n ontspannende hobby. En voor de rest ja, zijn mijn hobby's trouwens klarinet spelen. Bij een half minuut, dat weten jullie al. En gewoon bij tequila hangen en met vriendinnen uitgaan, dat soort dingen. Maar ik ben echt wel benieuwd, wat is echt iets dat je echt voor jezelf doet? Want dit is echt iets wat ik voor mezelf doe. Het geld dat ik eraan uitgeef is ook echt voor mezelf natuurlijk. Dus ik vraag me af of jullie ook zoiets hebben. Want vaak, ja, ik ben echt zo'n pleaser, zeg maar. Ik vind het leuk om anderen ja, te verwennen en dingen te geven en zo. En niet zo vaak aan mezelf. Maar daar ben ik wel echt sinds vorig jaar wat verandering ja, in aan het aanbrengen. Dat ik ook echt dingen specifiek voor mezelf kies. Gert-Jan staat er ook gewoon achter hoor. Hij zegt ook altijd dat ik dat moet doen. Maar ja, ik zit gewoon niet zo in elkaar. Maar ja, dit zijn dus dingen waarmee ik dat dus wel doe. En ik ben benieuwd of jullie dat ook voor jullie zelf hebben. Of jullie dat, ja, doen. Ik heb een andere kleur biap en die is een stuk steviger volgens mij. Die verdeelt zich iets minder goed. Dus ik weet niet of ik dat nou juist prettiger vind. Of niet. Goed. Daar gaan we achter komen. Ik heb ook een beetje het perfectionisten probeer ik een beetje los te laten. Want ja, het is gewoon een kwestie van oefenen. En kijk, als je dat als professioneel beroep doet, dan doe je natuurlijk meerdere nagels tegelijkertijd. En ik doe alleen mijn eigen nagels om de 3 weken meestal. Ja, en dat is gewoon minder dan dat de nagelstyliste zou doen. En daarom ontwikkel ik me ook minder snel. En daar moet ik gewoon rekening mee houden. Dus ja. In de tussentijd kijk ik ook VT Wonen. Ik vind dat echt zo'n leuk programma. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens kijken. Soms denk ik echt van, ik weet niet of die make-over zo geslaagd was. Maar ik vind het ook wel leuk om daar een beetje ideeën uit te halen. Voor als we ooit een huis kopen, kijken of hoe we het kunnen inrichten. Want ik ben ook echt van de standaard inrichting vaak. En dit huis kunnen we niet heel veel. Ik heb al de bank extra niet tegen een muur gezet, maar meer midden in de kamer. Om een soort hoekje te creëren in de woonkamer. Maar het liefst zet ik zo weinig mogelijk meubels tegen een muur. Omdat ik dat altijd gewoon een beetje saai vind. Ik ga hier nog de biap opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug als ik eindelijk de kleur besloten heb. Ik zou eigenlijk bij jullie terugkomen nadat ik de kleur heb gekozen. Die heb ik inmiddels gekozen en 1 hand is ook al klaar. Dus ik ben inderdaad voor bruin en 1 gouden nagel gegaan. Vond ik wel leuk. En gewoon een donkere kleur met het neutrale wat ik eerst had. Dus ik heb 1 hand nu gedaan. Het is nu 20:30. Ik ben om 7 uur begonnen. Dus ja, ik heb deze wel al helemaal voorbereid. Dus kan ik gelijk met de lak op. Maar ja, de andere nog even doen. En dan zijn ze weer klaar voor 3 weken. Ik heb van dit weekend niet heel veel gedaan eigenlijk. Alleen ja, de basic dingen, het huishouden en de auto zoals jullie hadden kunnen zien. Maar voor de rest is het echt gewoon een chill weekend geweest. En dat is ook belangrijk, die moeten er ook gewoon zijn. Maar als ik dan niet echt verder iets op de planning heb, vind ik het soms lastig om te bedenken wat ik dan voor jullie kan vloggen. Maar volgens mij vinden jullie alles eigenlijk wel interessant. Maar ik ben, daar geef ik jullie alvast mee, ik ben niet zo'n heel outgoing type in de zin van dat ik heel veel dingen altijd onderneem in het weekend. Dat mijn weekend helemaal vol zitten, want zo zit ik gewoon niet in elkaar. Ik vind het juist wel lekker om dan na zijn werkweek gewoon met Gert-Jan hier te chillen. Of eventueel wandelen, maar het was niet echt het weer daarvoor vandaag. En gisteren was ik al bezig met de auto. Dus ja, ik weet niet, zijn jullie meer outgoing of zijn jullie ook gewoon het liefste thuis in het weekend? Inmiddels heb ik ook de andere hand gedaan en ben ik lekker met Gert-Jan op de bank gaan zitten. En we hebben lekker tv gekeken. Moeten ze de Voetbal Inside van vrijdag nog terugkijken. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Wat heb jij vandaag eigenlijk gedaan? Dat is toch een hele normale vraag? Oh, zo. Super oninteressant. Ik heb opgeruimd buiten. En frietjes gemaakt. Een beetje geprogrammeerd. En dat was hem. Niet gegamed? Met je nieuwe controller? Ja, vanmiddag 2 potjes. Mm. Het is een zeer interessante zondag, zoals jullie merken. Ja, maar ja, ik werk zo hard. Ja, dat mag ik ook wel. Dan moet je in het weekend niet te veel doen. Hoe laat moet je morgen weg dan? Gewoon. 8 uur. Nou. Oh, ik ben ook helemaal kapot. Ik moet naar bed. Want dit wordt hem niet meer. Ja, precies, zo voel ik me. Heb je nog gefietst dit weekend, lieverd? Nee. Hoe kan dat nou? Omdat ik zaterdag te lui was. En ik de auto schoongemaakt heb. En toen was mijn rug een beetje klaar. En wat heb je daarvoor gedaan? Voordat je de auto ging poetsen? Niks. Wat dan? Niks. Het was het mooiste weer. Ja. Maar ja, dat kan toch? Ja. En vandaag was het stront weer. Wat van weer? Sorry. Piep, weer. Dus ja. Oh, mijn arm wordt moe. De goede training van mijn arm het wel. Ja, voor de chicken wings. Precies. Wat ga je doen? Vertel wat leuks. Nee, dit shot is echt heel charmant. Charmant, hè? Zo. Is wel maar 1. Wauw. Ik sta er niet eens meer op. Ik wilde eigenlijk gaan afsluiten. Ik weet niet of jij nog wat leuks wilde vertellen. Nee. Ja, ik ook niet. Dus ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Ik moet wel doei zeggen. Doei. Oh, het enthousiasme spat er wel vanaf.